Het wegmeubilair in enkele delen van de stad en de districten moet hoog nodig aangepast worden. Daarmee is Henk Wip, hoofd van de afdeling verkeer van het ministerie van OWTNC, het helemaal eens. Hij geeft aan dat het ministerie nog veel werk moet verzetten wanneer het de aanpassing van het wegmeubilair betreft. Laat maar dit van zeggen. We hebben een achterstand in onderhoud. Dat ontken ik niet. En die verantwoordelijkheid nemen wij ook. Maar bij drempels zijn er altijd borden geplaatst. Ja, toch? Er zijn twee borden die geplaatst worden. Er is een vooraanduiding. Dat is een driehoekbord met de vorm van een drempel. En er is een tekstbord, een geel-oranje bord met een tekstdrempel. In sommige situaties ontbreekt de vooraanduiding. Maar het is wel zeker zo dat het gele bord, het tekstbord, er wel staat. Er is vaak de reactie vanuit de gemeenschap, ja, maar het bord staat bij de drempel. Ja, het staat bij de drempel. Dat bord, het gele bord, is bedoeld om je aan te geven waar de drempel staat. Ja, als je dat bord ziet, dan weet je dat bij dat bord, het gele bord, het drempel staat. Ontbreekt die markering en het bord staat er, dan weet je dat daar de drempel staat. Wip zegt verder dat er vaak klachten vanuit de gemeenschap zijn over het ontbreken van de juiste aanduiding. Het afdelingshoofd verduidelijkt dat als men op de snelheid let en vooral als men gezonde ogen heeft, alle wegaanduidingen goed waarneembaar zullen zijn. Maar het bord zie je niet wanneer je bij de drempel bent. Als je gezonde ogen heeft, dan gaan we ook vanuit als je in het verkeer rijdt. Dan zit je op een afstand van zeker 70 meter, zit het bord daar staan, als je dat waarneemt. Wanneer we kijken naar het rijgedrag, en vaak zien we ook, merken wij ook in het verkeer, dat weggebruikers het wegmeubilair langs de weg op de berm, dat ze dat niet meenemen in hun zicht. Het zicht van de weggebruikers is vaak gericht op het asfalt. Ja, toch, in feite zou jouw zicht eigenlijk 45 graden moeten zijn, dat je de bermen aan de weerskanten ook in acht neemt. En waarom is dat belangrijk? Wanneer wij spelende kinderen langs de weg hebben, en jij constateert niet dat er een spelend kind daar is, en het kind rent de weg over, dan rijd je dat kind aan. Ja toch, we hebben dieren langs de weg, honden. Als je een hond of een kat langs de weg, hebben vaak een onverwachte beweging en ineens komen ze de weg op. En dan heeft hij een ruk aan je stuur, komt een aanrijding. Dus het is van belang dat wij alles wat op de berm gebeurt, ook meenemen in ons zicht. Dat is enorm belangrijk. Tot zover Henk Wip, hoofd van de afdeling verkeer van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. We spraken hem over de werkzaamheden van zijn afdeling. Hij geeft toe dat er een achterstand is die zo nodig weggewerkt moet worden.